Fina. Boy. Hi. Hi. Leonard. Is het? Hey, Harold. Zo. Ja, heel goed. We hebben weer een zin. Ik heb mijn afgelaten. Ja. Zo. Nou, we hebben het weer mee. Ja. Of juist niet. Want het begint steeds warmer te worden, inderdaad. Ja. Had je nog houten dingen ook? Ja. Kijk. Ik hoop in ieder geval, uw dochter heeft al een hele mooie VVD-bron. Net de folder heeft ze al. Dus misschien nog op de koelkast te plakken in het nieuwe huis. Ik hoop dat het snel gaat gebeuren. Tegen al die debatten nu van de laatste tijd. Nou, het jammer in debat is dat je heel weinig tijd hebt om echt te vertellen waar het echt over gaat. Kijk, in de kern, 12 september, gaat het om hoe gaan we om met Nederland. Ieder uur geven we 3 miljoen euro meer uit dan daar binnenkomt. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt of zeggen, we gaan inkomsten verhogen, de belasting omhoog. Of je gaat zeggen, we gaan de overheid kleiner maken. Zodat je dus de belastingdruk ook verlaagt en daarmee werken concurrerend maakt. Nou, en die keuze, daar gaat het over op 12 september. Ja. En het is een beetje de laatste tijd van one-liners, hè? Ja. En hoeveel voel je je daarbij met die one-liners? Nou, ik heb zelf natuurlijk de one-liners kies inhoud, stem lichten. Ja. En een one-liner helpt om een verhaal pakkend te maken. En dat is ook goed, want uiteindelijk moeten mensen wel een beeld krijgen waarom het gaat. En dat beeld is uiteindelijk gaat om, ja, hoe houden we gewoon de economie sterk in Nederland? Ja. En hoe houden we het onderwijs betaalbaar daarmee en daarmee de zorg? En het begint wel met die economie, hoe we dat kunnen verdienen met z'n allen. Ja. Oké, dank.